Ik ben hier in de speeltuin van Oldenbroek West. Er is een prachtig nieuw speeltoestel geopend. En dat vinden wij als gemeente en ik vind dat als wethouder openbare ruimte ben ik daar ontzettend blij mee dat dit initiatief is genomen en dat het ook zo mooi is geworden. Deze speeltuin wordt door de buurt zelf helemaal onderhouden en is ook zo ingericht. En als gemeente hebben we daar natuurlijk financieel een beetje aan bijgedragen. Maar het gaat natuurlijk vooral om het in stand houden van de speeltuin en het steeds mooier maken. En dat is nu gebeurd. En daarom ben ik hier om toch even te kijken hoe het geworden is. En dat ik echt heel trots ben als wethouder in de gemeente Oldenbroek dat we dit hebben. Dat is een mooie aanwinst. En ik hoop dat de kinderen, maar ook volwassenen, echt heel veel gaan bootcampen en sportief bezig zijn in deze speeltuin. Dus niet alleen spelen, maar ook sporten. Zijn dit jouw spierballen? Ja. Maar die zijn nog maar heel klein, klopt dat? Die zijn veel dikker. Ja, maar ze kunnen ook groter. Dat is je bedoeling, of niet? Nou, we wouden eigenlijk in eerste instantie ook een toestel hebben voor de grotere kinderen. Aan die kant hebben we een speeltuin. Dat is echt gewoon tot een jaartje of 10, 11, zeg maar. En hier hebben we het voetbalveld, het volleybalveld. Maar we wouden ook eigenlijk een toestel om toch meer de kinderen iets sportiever bezig te laten zijn. En we hopen dat het hiermee gelukt is. Laten we eens proberen. Jij bent heel sterk volgens mij. Lorenz. Jorian is heel sterk. Wat zo? Jorian. U wilde nog meer proberen? Ja. Ja, ga jij het voordoen? Kom maar. Ik weet nu nog niet meer hoe. Kom jij maar. Goed zo. Kom maar. Goed zo. Kijk eens, helemaal hoge en een lager. Ja. Bij de hoogste is hij het makkelijk. En bij de lagere is hij wat moeilijk, hè? En het zwaarste, kijk, als jij even de kant wil gaan, nietjes, zal ik hem één keer voordoen. Omdat je nu wat hoger van de grond af zit, is de opdrukken wat makkelijker. Alleen, je kan hem ook gaan oefenen door hem gewoon op de grond te doen. En dan is hij nog weer een stuk zwaarder, want dan ga je nog weer veel lager. Dan ga je eens naar beneden. En dan weer omhoog. Ja? En hier, maar die doen we niet voor. Daar moet je heel lenig voor zijn. Kun je in de handstand staan en dan als je heel sterk bent ook nog opdrukken. Dat is voor je schouders, maar die kan ik zelf ook niet. Kan je zo nog staan en dan kun je ook nog staan. Kan ook. Ja, je kunt er ook op en dan kun je ook nog je benen strekken. Dat is echt voor je buik. Is ook wel een hele zwaar, ook voor je armen. Je kunt er ook op liggen en dan naar voren. Maar dat is heel veel oefenen. Ja. Zoveel heb ik ook nog niet geoefend. Ja? Een jaartje weer. Kijk, over een jaartje, gaan we het nog een keer doen. Ja? Dus willen jullie het zelf proberen? Zoek oefeningen uit en ga gewoon lekker bezig. Dit is een sporttoestel. En eigenlijk is het sporttoestel meer gericht voor calisthenics beoefenaars en bootcampers. En eigenlijk is dat een hype zeg maar, in Nederland dat mensen buiten gaan sporten. En dit toestel is eigenlijk gemaakt om op eigen lichaamskracht zeg maar, oefeningen te kunnen doen. Dus hiermee faciliteer je als gemeente ook sport in de openbare ruimte. Dus wij leveren die toestellen, maar zijn er zelf ook een groot voorstander van om dit soort elementen misschien ook naast speeltoestellen aan te bieden in de openbare ruimte. Ons bedrijf is gevestigd in Oldenbroek, het is eigenlijk maar een steenworps afstand. Het is allemaal thuispubliek, dus dat maakt het ook extra leuk om hier een toestel te kunnen plaatsen. En ook met de opening van de wethouder is dat natuurlijk schitterend. Vind je het leuk? Ja. Oh, sorry. Ja? Dit toestel. Nou, het is wel leuk. Ja? Denk je dat je er gebruik van gaat maken? Jawel. Ja? Welke vind je het mooist? Komt dit nou op de computer? Ja. Echt? Ja. Wil ik mee? Nou, wat vind jij ervan? Ik vind het leuk. En welke vind je heel erg leuk? Bochtje. Volgens mij was je ook aan het klimmen, of niet? Ja. Is dat niet moeilijk dan? Nee. Heb je al een favoriet? Ik denk die staan. Okay. Daar gaat denk ik meestal. Ja, dat is een hele stoere natuurlijk. Ze hadden ons gevraagd om een clinic te geven, een kleine clinic voor de kinderen. En nou, dat zeiden we natuurlijk ja tegen, dus het leek ons hartstikke leuk. En het hoort gewoon een beetje bij. Bootcamp is oorspronkelijk ook op eigen lichaamsgewicht trainen. En met dit toestel doe je dat ook. Het is heel uitdagend, variërend en het lijkt misschien niet zo'n heel groot toestel, maar je kunt zoveel verschillende oefeningen op doen. En dat is zo mooi aan dit toestel, dat het ook voor iedereen toegankelijk is. En dat willen wij hier ook graag laten zien.
Ik zie hier ook al een paar enthousiaste vaders en moeders. Hoe lijken deze toestellen? Ja, hartstikke prima. Ja? Jazeker. Ja. Vooral voor de kinderen natuurlijk. Hallo. Ja, dit is nog een beetje te groot voor de kinderen, maar ja, het is wel mooi. Hè. Straks ook voor de ouderen. Hè. Als die ook een beetje sportief willen doen, dan kunnen ze hier mooi een beetje aan de gang gaan. Ik had het nog niet eerder gezien. Nee, ik zelf ook niet. Ik kwam ook thuis van het werk en toen dacht ik van waar hebben ze je nu weer neergezet? Maar toen heb ik hier eens gekeken en dan staan allemaal afbeeldingen op de palen. Dus ja, je weet nu precies wat je kunt doen.